De gemeente Beuningen wil de aankomende jaren inzetten op de bouw van duurdere huurwoningen. Vanuit de markt is hier meer vraag naar dan naar de sociale woningbouw. Wethouder Pieter Klein wil 2-5% van de nieuwbouwwoningen in het duurdere segment hebben. Ja, zoals je hebt kunnen lezen is de woonvisie opgebouwd op duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen in Beuningen. Dat betekent dus dat we voor bredere doelgroepen in de toekomst voor kwalitatieve, kwantitatieve, en dat bedoel ik mee dus goede kwaliteit, maar ook voldoende woningen voor iedere doelgroep aanwezig willen hebben in onze totale gemeente. En een onderdeel daarvan is de middeldure en dure huur. Nou, er is echt behoefte voor die doelgroep op de markt aanwezig. Nou, er is altijd behoefte aan sociale woningbouw. Wat wij vanuit onze volkshuisvestelijke taken gewoon verplicht zijn, is dat er, als het gaat om sociale woningbouw, er voldoende woning aanwezig zijn voor die mensen die er dan op zoek zijn. Nou, als het dus gaat om het omzetten, het herstructureren of het transformeren van bestaande woningvoorraad, dan kijken we natuurlijk wat er op dat moment wat de behoeftes zijn. Om daar ook de juiste invulling aan te kunnen geven. En die mogelijkheid heb je dan. Nou, de nieuwbouwprojecten voor de toekomst zitten vooral in Winst. Hebben we een nieuwbouwproject op stapel staan van 52 woningen. Dat is een van de eerste die van start gaat. We zijn nog bezig met nieuwe woningen te bouwen in Ewijk, het Hof van Kampen. En dan hebben we daarna voor de toekomst de grootste projecten zitten ook wel in Ewijk. De Hoge Woerd, onze eigen Keizershoeve 3. Dus, en daarnaast hebben we wat kleinere projecten in de kern Beuningen. En eventueel in de toekomst nog een extra project in Winst en een project in Wuurt. Nou, we hebben dus inderdaad aanstaande dinsdag 7 november de eerste behandeling in de commissie over de nieuwe woonvisie. Daarna hebben we in december nog eens een vervolgronde erop. Dus nog een keer commissiebehandeling en dan pas komt het in de raad. En dan ga ik ervan uit dat de raad in december zijn akkoord geeft op de woonvisie 2018-2023.